Goeien en welkom bij Bint, het bekendste symfonieorkest van Griekenland dirigeren. Jan Vermaning van de Jouwe die had het die en hij komt krek waarom uit het land dat de verjering van klassieke muziek net te vergelijken is maar hier. En denken jou er ook naar om vlechtlingen in huis te nemen? Doch het net, dat soort Wim Ram van Vlechtlingenwerk. Ja, wat zegt jou, Ingrid Struik? Natuurlijk doen. Ja? Jazeker. Want jou wen je in Oranjewoord. En ja. Hoeveel vlechtlingen had jou de Aron hierin opvangen thuis? Ik heb het laatste allemaal bij elkaar opgeteld. En dat zijn er 18. Zo. Ja. In hoeveel je tijd? 10 jaren. De eerste waren er in 2005 bij mij. Hoe je dat zou komen? Hoe je het ontstien? Nou, die eerste in 2005 kwam omdat ik al een soort dochter, die destijds in AZC Heerenveen woonde, had geadopteerd. Die kwam toen heel veel bij mij. En opeens was er een drama, want haar familie in Pakistan was kwijt. Een paar maanden kwijt. Ja. En tenslotte had iemand ze gevonden op het Centraal Station in Amsterdam. En toen zei je, kom maar bij mij in huis. Ja. Ja? Ja. Daar hoef je net toen uit te denken? Nee. Hoe is dat dan, dat je die mensen in huis krijgt? Ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Nee, je weet, je weet niet waar je, je weet niet waar je aan begint. Nee. Maar het is ook niet zoiets aparts of zo. Want vreemdelingen zijn er natuurlijk altijd geweest. Het is niet een heel nieuw fenomeen, onze tijd. Ja, maar het is wel nee dat mensen ze in huis nemen. Nee. Nee? Nee. Nee, kijk, ik ben een christen en in onze kerk wordt uit de Bijbel gelezen. En in de Bijbel staat op heel veel plaatsen van, neem de vreemdeling op in je eigen huis. Dus ja. Maar net als ze niet in dat had, joh, dat wordt die in 2004 al. Ja? Ja. Maar die Bijbel is al vanaf, nou, pakweg het jaar 60. Maar is de Bijbel dan jouw droogveer? Of, ja, ja. Of is het toch ik de help om mensen bieden? Het iets veromdwangkinnen van mensen? Wat is het? Nee, in hoofdzaak is het de Bijbel. Ja. Ja. Maar wat, alleen nog omdat het erin stiert of omdat het ik in je hart zit? Of, nou, aan één kant geeft het ook een heel goed gevoel dat je mensen kan helpen. Mm-hmm. Aan de andere kant, als de mensen niet dankbaar zijn, moet je het ook doen. Maar jij hebt die mensen dan in huis, dat zijn volslaande vreemden, die komen uit een hele andere cultuur. Ja. Dat moet toch ook wel een beetje nu verwezen, wennen, vreemd, onwennig. Ja, dat is het ook. Zij moesten ook wel hun eigen potje koken, want ik at liever een beetje anders dan zij. Ja, ja. Jij liet dus een beetje hun eigen gang gaan bij jou thuis? Ja. Ja. Maar hoe ging dat dan? Hoe zeer zo'n dag eruit? Nou, ik moet zeggen van die eerste lichting, dat waren er meteen ook 6 van één gezin. Die gingen overdag naar hun familie, elders, in Heerenveen. Mm-hmm. He, dus die had ik net voor te slapen en een ontbijt en voor bemiddeling bij vluchtelingenwerk en dergelijke. Maar later woonden ze wel dag en nacht bij mij. Dat waren dan weer anderen. Mm-hmm. En de ene keer als het jonge mannen of mannen betrof, dan zwaaide ik meestal de pollepel in de keuken. En andere keren, als er vrouwen bij waren, dan liet ik hen koken. Ja. Omdat dat een groot deel van hun dagbesteding was en anders hadden ze niks te doen. Nee, wat dienen ze verder inderdaad? Nou, ik vind de bezigheid, dagactiviteiten, dat was een heel moeilijk punt. Ja, wat doe je een hele dag? Ja. Hè? Maar hey, ik wil eens hele gekke situaties mooi maken, omdat het uit een hele andere cultuur komt. Jawel. Dat je ook omdat je elkaars taal niet spreekt. Ja. Dat je denkt dat je iets afspreekt. En dan is het zover. En dan blijkt niemand het begrepen te hebben. Dus je moet wel dat kan best lastig zijn. Jawel, jawel. Ja. Dus je moet wel een beetje laconiek zijn. Nou, ik heb hem zo goed afgesproken, maar ja, het lukt niet. Dus nee. Nou vooruit, volgende keer beter. Ja. Wim Ram van Vlechtlingenwerk. Ben dit het probleem waarvan je zegt van, ja, denk daarom ik goed nou voordat je mensen in huis neemt?
Nou, dat is inderdaad iets wat vlechtelingenwerk probeert duidelijk te maken. Ja, als je het verhaal van mevrouw Jere, dan denk ik dat ze het goed of nijtocht had. Ik zeg ze van, ik heb begrepen dat het geen asielzoekers waren die mevrouw opvang. Mevrouw het illegale, uitgeprocedeerd. Dat is weer een andere categorie als wat we nu praten. Maar blauwe vreemdelingen, blauwe mensen die hier net waar komen. En blauwe mensen, krijgen wij. We hebben al die mensen, dus we doen een goed hart. In Nederland is dat regelen. Het COA is de organisatie die de opvang regelt. En daar ben gespecialiseerde mensen werkzaam. Dat het probleem op dit moment, zij is dat er net voldoende opvang is. Dat is prachtig dat er mensen zijn die daar aan mij werken willen. Mm-hmm. Maar ja, bezint eerder begint, zou ik zeggen. Want net dwang? Dat zeg ik net. Ik zeg net dwang. Maar waarom moet je er zo aan uitdenken? Wat binnen het toekeltje van je zegt van nou... Het toekeltje kan wijzen wat mevrouw ik zei. Zei van, het kan soms dus moeilijk wijzen. Vooral op dit moment. Mensen komen toch maar een soort trauma hier naar daar. Eventueel als bootvluchteling hebben ze heel wat traumatische ervaring. Gewoon in het land van herkomst is net fijn om te wijzen. COA had gespecialiseerde mensen. En het is natuurlijk prachtig, ook in het kader van de beeldvorming en van de barmhartigheid dat Nederland zich nu op dit kant bij zijn letten. Mm-hmm. Met al je goederen in de schaft, kennen wij als vluchtelingenwerk helaas ik niks. We gaan net opnamecapaciteit, dus in Geerwerk met COA en de Rede Kruis werden daar nu acties voor ondernomen. Mm-hmm. Die Facebookpagina die de Westhuis heeft van neem een vluchteling in je huis. Is dan moet je toch ook wel wat waan. Het is een hele omslag in Nederland, liep het wel. Daarom, en dat waarderen wij zeer, dat vinden we helemaal mooi. En wij zeg ik van, join the club, kom bij u, word vrijwilliger. En dan kun je onder deskundige begeleiding, met goede scholingen en cursussen, kunnen we meestal. Want dat heb je wel nodig. Je krijgt al die trauma's die het meesten soms hebben als ze het oorlogsgebied komen. Ja. Dat ik mooi maken, dat mensen echt mooi een trauma bij jou toe zitten. Ja, ik wil even ingaan op wat mijn collega daar zegt, van join the club. Ja, prima, ben ik helemaal voor. Van doe dat vooral. Wil om vrijwilliger te worden. Ja, doe dat vooral. De handen niet de mouwen te strekken. Ja. Maar de 18 mensen, om daar even bij te blijven, mm-hmm. die ik in huis heb gehad, daar kon vluchtelingenwerk helemaal niets voor doen. Ze waren illegaal. Mm-hmm. Nu hebben ze op twee na, maar dat komt ook goed, alle 18 een status. Dus daar is het nou goed mee al. Ja, dus maar we hebben niet eens door de reden waarom je het net was zo. Jouw zin van, je met het wel dan. Nee, die trauma's. Ja. Heb je echt mensen in hoes gaan dat je misschien toch ook wat dreig mag aan? Hè? Dat je inderdaad wel zin kunnen van, nou ja, misschien wie het net altijd even verstandig? Toch wel, denk ik. Want ik denk, ik heb het vrij alleen moeten doen. Maar nu iedereen, het is echt een hot item nu. Hoop ik dat veel mensen, maar ook organisaties. En dan doel ik met name op kerken. Die dus ook heel veel professionaliteit bij elkaar brengen. Dat die ook hun nek willen uitsteken. En zeggen van, kijk. Kan die de zwarg bieden om mensen die met grote trauma's hierheen komen. Om die goed bij te steken? Jawel. Ik noem even als voorbeeld. Ik had een vrouw in huis. Die was ontzettend mishandeld in haar land van herkomst. Die heb ik niet door een forensische psychiater laten behandelen. In overleg met haar heb ik haar gebracht naar een christelijke psychiater. Omdat zij christen was geworden, wilde zij ook heel graag aan de hand van wat de Heer Jezus en de Heilige Geest voor haar kon doen. Die hulp heb je extra als je christen bent. Mm-hmm. En dus heeft hij nu in het AZC waar ze op dit moment verblijft ook gezegd, ik wil die specialistische hulp blijven volgen. Ja, maar dat kan misschien net meest voor Elsen niet. Klopt. Ja, dat bloot dan wat dreig om met dit soort situaties om te gaan. Meesken weten net wat ze op een hals hellen. Nou, misschien wel. Hè. Mevrouw had er nevens haar verhaal goed en uitdacht en had goede ervaring. Maar bij mij zie ik wel mee dat er wat minder ervaringen binnen. Ja, wat maakt je mij dan? Nou, dat mensen denken van nou, het is maar van een kwartier. En procedures in Nederland, maar zijn rocht daar. Ja. Dus beslaapprocedures. Dus het kan net altijd op tier. Dus dan komt het moment dat je zegt van ja, nou, ik had nog die in. Maar ze zitten hier nog al 6 maanden. En ze maakt eigenlijk weer verder. En ik wil afscheid nemen. En dan is het moeilijk om afscheid te nemen. Ja, want ontstiert denk ik een emotionele
hele baan op een gegeven moment. Ja, zeker. En dat is, hè, wij zijn vluchtelingenwerk. Natuurlijk werk ik bij vrijwilligers, maar wij proberen alles zakelijk te benaderen. Wij helpen mensen tot het moment dat ze beslissen, nog maar jezelf redden. En dan maar we afscheid nemen en dan gaan we weer een stap verder. Ja. En natuurlijk ben er bij ons ook vrijwilligers die een vriendschappelijke baan met hun klanten opbouwen, maar net meer als vluchtelingenwerker. Nee. Maar je snapt het wel dat al die beelden die je zegt, want al de boodschappen die in Griekenland onkaan binnen, je komt een krek uit Griekenland wijvermaning. Ja. Ja. Je ziet het niet in Athene, maar wie daar het probleem is zichtbaar? Ik vind zeker zichtbaar, want in ieder geval de concerten die we dienen, wie een openluchtconcerten, wie in Piraeus, en dat is de haven. En daar kwam op dat moment ik boten binnen van de eilanden Lesbos en Kos. Ja. Waar natuurlijk een enorm overschot is aan vluchtelingen. Om op die manier meer terug Europa te krijgen. En ik heb inderdaad helaas heel soort mensen gezien. Die nou op stutten leven, sliepen bij ambassades, zo'n klapje. Het is een schrijnend gezicht. Wat ik wel een beetje merk is, voor mij is het altijd goed, denk ik in Nederland, dat je dingen coördineren. Dat er een kapstok is. En wat er al eronder hingert, dat ken christelijke instanties wezen, ken ik humanistische instanties wezen. Ik denk dat heel belangrijk is, maar dat er altijd een feedback, dat je zegt, ik zie net zitten, ik rins hier problemen hoor, dat je ergens een klapje kent. Maar dat is mijn gevoel. Wat ik zeg, van probeer het net op eigen houtje te doen, sluit je ergens aan, zodat je altijd dekt werd door een professionele organisatie. Hoe zit dat financieel bij Galix? Krijg je die geld voordat je mensen kan opvangen? Op dit moment net. Nogmaals, de opvang is bij het COA. Vluchtelingenwerk had ik op landelijk niveau goed al is met COA en dat soort zaken. En ik kon nog even zeggen, in de jaren 90 met de Joegoslavië-crisis hebben we dit soort fenomenen niks doen. En is dit al je goed kon. Het is nou zaak dat er voldoende opvangcapaciteit komt. Dus asielzoekerscentrum moeten komen. We hebben meestal een goede en een humane manier van opvang en hun asielprocedure waarborgd willen kennen. Ja. En dan zullen jou het zullen jouw wermeisken in huis nemen? Als ik weer een beetje ben bijgekomen, ik denk het wel. Ja, je bent net bijgekomen? Ik ben nog niet bijgekomen. Op wat voor manier net? Financieel? Financieel niet. En, wat werd het jou kosten? Nou, in één jaar 24.000. Zo? Ja. Dat is een soort geld. Ja. Ja, maar goed, laten we daar snel overheen praten. Zodra je natuurlijk via vrijwilliger wordt, dat is heel goed. Zeg je van, ik wil buddy worden, dat is heel goed. Dit werk wat ik dus min of meer mijn eentje moest doen, dat kan je niet alleen doen. Hè? Dus ik ben het helemaal met u eens. Daar moet een breder draagvlak komen. Dus ik ga ook niet weer eerder beginnen dan dat ik meer mensen met mij zeggen, dat wil ik doen, of ik financier de mensen die bij jou in huis zijn, of ik heb ook wel wat filialen in Heerenveen, maar dat moet ik ook een beetje geheim houden. Hmm. Maar doe het niet alleen. Heb ruggespraak met bijvoorbeeld ook vluchtelingenwerk. Er is wel één heel belangrijk ding, wat u net zei over wij benaderen het zakelijk. En zodra je op eigen benen kan staan, moet je het zelf doen. En dan denk je ook van, nou, die 18 mensen bij mij, die hebben dan nu haast allemaal een status. De meesten hebben nu hun eigen huis, hebben nog niet een baan, sommigen wel. En zitten volop in de inburgeringscursus. Happy end. Ja. Maar het is niet zo. En daar moet je wel bewust van wijzen als je die mensen in huis neemt. Nou, ik wil daarmee zeggen dat de mensen die al los zijn gelaten door vluchtelingenwerk zo zeer ontheemd zijn. Zij vieren alleen bijvoorbeeld het suikerfeest. Zij vieren alleen hun Persisch nieuwjaar. Mm-hmm. En hun familie daar doet dat heel gezellig, zoals zij dat ook gewend waren. En dit zijn met name culturen die zo gericht zijn op de extended family. Daarom ben ik er heel erg voor om je te ontfermen over niet zoveel vluchtelingen, dus dat niet zakelijk aan te pakken, maar heel veel van ze te houden. Blijf bij ze. Mooi boodschap, daar wil ik mee afsluiten. Ja. Dank u wel dat je verhaal diende, en jou ik. Ja, een dream die het uitkomt, dat wie het Griekse avontuur van Jan Vermaning dadelijk zien verhaal.
Ja, en dit programma Jit Bient, maar de naam Bient wordt net alleen nog terug uitsproekt in heel Friesland binnen de Bienten te vinden. Deze weken geven we nou ze op ziek, zo binnen we Joet op de fusieskwallen het Bient in Wensum. Bient. 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 Dit wie de ingang van de openbare Mierskwallen. Dit wie de ingang van de christelijke basiskwallen de Stapstien. Nu is het de ingang van de nieuwe skwallen het Bient. En als je er straks komt, en ik er dan bij elkaar. Ja, en het verbindt. Ja. Skwallen verbinden. Het Bient onder confest. Skwallen zei jij. Nou, er komt nieuwe skwallen en we willen iedereen erbij betrekken om een mooie nieuwe namen te betekenen. We leven hier in een agrarische omgeving, de Groothoeken. En met name binnen een soort boerenpleetsen. En in elke pleets is een bient. Om een goede draagkracht te krijgen, moet er een bient wijzen. En zij is bij de squallen ik. Kwam ik naar achter dat een oor dat ik dezelfde naam instuurt hier. Ik kies voor het Bient. Ja, Jacob Kral. Het mooie wie dat zowel Grietje Postma van de Ierbeerschool als ik van de christelijke kant, zeg ik dan maar eens, beide dezelfde namen kiezen hier. Twaalf schuttingen en wel de draagconstructie en wel de binding van de mensen. Denk ik, dan is het zeker een goede naam. Had twaalf het al betocht, hè? Ja, en morgen binnen we op bezoek bij Bient Sibrandi in Wjoerd. Jan van Maning. Welkom, krijgt waarom uit Griekenland, daar heb je 8 dagen west om als dirigent een operaprogramma te doen met het Athens State Orchestra. En dat is het bekendste symfonieorkest in Griekenland. En al hier een onleiding van dit. Een horloge, omdat je jezelf sjuggen? Ja, altijd een beetje vreemd inderdaad. Ja, beelden we in dit van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. Daar ben je dirigent van. Dit had ze dus schon in Griekenland. Ja, dat is Trostjoerd. De link van de NPO is Trostjoerd naar contacten in Griekenland. En naar aanleiding daarvan heb ik een mail gekregen. Had ik een bepaalde wieken beschikbaar wie en interesse hier om het orkest te dirigeren. Ja, jullie is die mail in je tochten. Wauw! Nou, wou toch net iets. Het weer eerst een beetje een vorm van ongeloof, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk, dus, je lees wat verder en dan stond ik contactpersoon in Nederland. En dan valt het kwartje. Dan denk je, dit is inderdaad wel een. Ja, daar komt u de hemel van. Dat, ja, absoluut. Waarom woen ze jou zo graag? Hè? Geen idee, dat vreek ik net nooit. Nee, echt net? Heb je er echt geen idee van? Nee, nou. Maar wat zeggen ze dan in de wijze waarop je dit orkest dirigeert, dat ze toch iemand weer in Griekenland hebben? Ik denk het, maar ik ben een gepassioneerd muzikus. Dat vooropstelt. En ik ben nou wel achterkant als in Griekenland. Deze cultuur zit echt heger aan skreun. En dan ben ik een gepassioneerde mensen. Dus zowel gewoon aan tafel als met eten, als met muziceren. En ja, misschien dat ze die klik zien. Ja, nou, en het klikte wel in Griekenland. Je stapt op het vliegtuig, je kamer daar. We hebben even wat foto's van jou kregen. Ja. En die kunnen we er even bij pakken. En dan kunnen we eens even zien wat je daar al je dieren hebt. Mooie diavoorstelling. De Acropolis. Die matje schoen, hè? Had je daar in Griekenland binnen? Ja, absoluut. Maar goed, dat begint al per duizend jaar voor Christus begint daar al de cultuur. En de tempel van Zeus, waar zo'n soort muziek hoe skreun is en hoe al die intrigues daar. En ja, dat is. Dat, ja, daar binnen, dan mat je erin. Hè? Ja, je hebt wel even tijd om dat te beschermen.
Ik die het maatje natuurlijk. Maar ik heb diverse musea heb ik bezocht. Ja. Want ja, dat is zo'n geciviliseerde samenleving. Dat is echt, daar moet je in snuiven. Daar moet je in, ja, dat is gewoon thuiskomen eigenlijk. Ja, precies. Ja. Wat is de twadde? Wat zien we hier? Oh, dat is het oude theater. Wat we vroeger dus de voorstellingen houden worden. Links daarvan, van die foto, de rug voorsteen. Deze ik nog wel een theater vond. Dit is trouwens pas ontdekt in 1961. Toen was mijn geboorte hier. Dus vandaar ik... Kon je goed onthouden? Ja, inderdaad. Klopt, inderdaad. Maar er is nog een theater wat nog beter intact is. En daar hebben we nou, ik nog steeds opera's, openluchtopera's houden. Ja, mooi om daar dan even te wijzen, om dat gevoel even te krijgen. Ja, daar moet je roer in. Ja, maar goed, je moest niks aan het werk. Ja. In dit prachtige gebouw? In dat prachtige gebouw? Het opera gebouw. Ja, is waanzinnig. Ja? Ja, daar kent de Harmonie van Lauwert, kent daar Fjouker in. Zo. En daar binnen is een groot concertzaal. Er is een operazaal, maar in de engineering natuurlijk. Er zijn verschillende liedjeszalen voor kamermuziek, binnen congreskamers. Het is een ongelooflijk groot gebouw. En dit is het repetitie rondte? Dat is de rondte waar wij repeteren. Ja, dat is een paar afdelingen de groen in. Dus het is net al een keer boven de groen. Maar ze hebben een soort naar beneden gebouwd. Ja, want je hebt een paar dagen tijd om dat hele operastik in te studeren. Ja, in principe drie repetities en één generale. En dan maakt het zitten. Ja, wie het een goed orkest? Ja, heel goed orkest. Ja. Ik ben zelf dus de trompetist bij het Noord-Nederlands Orkest in Grains. En... een heel goed orkest. En dit orkest in Athene, dat heeft hetzelfde niveau. Ja, echt prachtig. Want de orkesten die je, of de concerten die je joegen, die wien net in het operagebouw. Het wien in de openlucht. Ja, één wie dus in de havensteed van Piraeus, waar Krek al naar je refereerde. Ja. En de twaalf wie in de Grutte Tuin, achter dit gebouw. Daar hebben ze destijds alle keer wieken en huizen opkocht. Meestal moesten verhuizen. En daar is een hele gigantische tuin online. En daar op het concert weer een paar duizend man. Ja, we zeggen, Nies krijgt inderdaad een foto, maar een heel soort publiek. Wat is dat voor publiek? Hoe leeft die muziek daar? Ja, heel erg. Het is opera gaat altijd over ellende, in die zin. Er wordt zijn van, mensen die net van al weten van, wanneer begint opera en wanneer is die ten einde? Mm-hmm. En ik citeer dat maar even, maar die had een keer zijn van, het begint dat er een heel soort mensen op het podium binnen. En dan komen er allerlei intriges en mensen worden verliefd op elkaar. En de dingen die steekt de oren deer, de oren krijgt de gifbeker. En altijd, het gebeurt heel soort, een soort romantiek. En daar hoor ik van. Maar daar horen die Grieken en ik van dus? Daar horen ze absoluut van. En ja, is de beleving oors der als in Nederland? Ja, de beleving is absoluut oors. Want ik mag mijn verhaal eventjes houden, had mooi. En dan werd er jongens van, als er op een gegeven moment net niet meer op het podium is, dan is de opera voorbij. En, maar goed, in ieder geval om erom te komen. Ja, hoe het leeft. Het is, wie een busterbalig barn, om het zo maar in te nemen, in Gay Friesk. Na je ouderen van alle concerten, dan ziet het publiek in rij. Ze komen bij je langs, wil je alle een haai aan en feliciteren. Tenminste, dat ze het mooi voelen. Ja. En ik heb daar echt tientallen minuten de meest vreemde meesten een haai aan met hem. Ja, en dat is iets geweldigs. Dat maakt je hier echt net mooi. Nee. Meesten die echt ontroerd binnen zelfs. Wil je op een voetstuk pleetst hast als dirigent zijn? Ja, en daar hak je ook zelfs als nuchter vies net van. Maar het gebeurt wel. Dus ik wil lekker een warm-out te maken. Maar het hoeft mij net altijd. Maar ik, de muzici zelf, de meesten van het orkest, die werd ik droegen. De meesten hebben daar een bepaalde status. Die ben weer in Nederland aan het verliezen, helaas. Dat is het mooie van Uswerk. Je komt met verschillende culturen in aanraking. En als je dat nou terug de muziek komt als artiest zijnde of als medewerker bij vluchtelingenwerk. Het mooie van Uswerk is de verschillende culturen. Nou, ja. Verwerkt de maning perfect. Ja. Ga je nog even rom of wie dit het boetes? Mijn wie is zo enthousiast dat ik waarschijnlijk dit seizoen over omkom. En waarschijnlijk volgend seizoen ik. Of het wordt het volgend seizoen. Maar in ieder geval, ik mag wel een keer weer omkomen. Een internationale carrière van Jon Vermaning. We wachten het al, maar voor zoals je. Tiere dank dat je wint. Jou ik bedankt. En jou ik bedankt. Ja. Ja, dit wie bindt. Bedankt voor het Chen en heel graag ontmoen. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie je het even op. Morning Bint, Femke van Fit My Femke. Waar? Nou, die ene van dat ene ommers.
Oh, die van de Noorse. Oké.